Ze is Gentse met Ghanese roots die energieke rap maakt waar je niet op kan blijven stilstaan. Ze is nog maar 27, maar stond al in de finale van Humo's Rock Rally, overtrof 300 bands waardoor ze op Sziget in Hongarije mocht spelen en deelde onder meer het podium met Sela Su, The Opposites en Nekka. Ik heb het over Gloria Boateng. Goedenavond. Hallo. Hoe was het optreden? Eigenlijk super veel beter dan verwacht. Ja? Ik had eigenlijk stiekem een beetje gehoord dat het Mechels publiek dat wat moeilijk was om mee te krijgen in de sfeer, maar ik moet zeggen dat ik na vanavond echt overdonderd ben. Gewoon omdat het super veel sfeer was en de mensen waren aan het meedansen. Dus. Ja, het Mechels publiek is goedgekeurd door jou. Helemaal. En ik heb daar echt een maand voor gestrest. Ja, echt. Serieus? Oké. Okay. Ja, super tof dat we je hebben kunnen overtuigen van Mechelen en haar volk. Super. Ik zag op Facebook dat je voor live muziek hebt gezorgd tijdens een modeshow. Hoe was dat? Dat lijkt me een super speciale ervaring. Okay. Ja, dat is eigenlijk ook wel zot. Ook vooral omdat het in Amsterdam was. Mm-hmm. Dus niet in België. En dan een modeshow heb ik ook nog nooit gedaan, dus dat was gewoon een speciale ervaring dat je, denk ik, één keer in je leven meemaakt. En zou je het vaker willen doen? Heel graag. Ja? Want de sfeer was wel iets voor mij gewoon. Alles er rond. Mm-hmm. Gewoon, en heb je nog zo'n apartere plannen op dit moment om in de toekomst iets te doen? Misschien het enigste aparte ding dat ik aan het doen ben, is dat ik in theater... Mm-hmm. Speel ook. Dus ik maak de muziek in een kindertheaterstuk. Oh, nee. En daarmee toeren we nu al een jaar en een half. En nu nog een jaar erbij. Dus dat is superleuk dat dat erbij komt. Nog een jaar. Dus, heel en leuk. Dat is in België allemaal. Dat is in België en vooral Wallonië. Soms ook Frankrijk, omdat het in het Frans is. Ja. Dus leuk. Superleuk. Vanavond staan er nog een aantal grote bands op het podium, waaronder Snap op dit moment. Ga je er nog blijven plakken om Snap aan het werk te zien? Ik ben wel fan van Snap. Mm. Alleen van een vroegere jaren 90 in mijn oude tijd. Okay. En dus wil ik die wel graag een keer zien, maar blijkbaar is dan een andere rapper. Dus dat gaat wennen zijn. Mappen. Ja, dus je gaat nog een beetje blijven hangen hier. Zeker, zeker. Oké, dan wensen wij je nog een fijne avond en dankjewel voor het interview. Merci.